You brought a wonderful bet with you. A bet about what? Ah, well, two brothers, Jan and Maarten Heerkens, claim... It's very good pronounced. Is it? Oh, I've been practicing the names. Claim that within 3 minutes they can identify 5 car wrecks that have been in the crushing machine. Mm-hmm. And not only that, they can identify the make and the type of the car. Dat is niet gering. I have to explain this in Dutch, of course. Dus zij brengt de wetenschap binnen over autovrakken, car wrecks. Jan en Maarten Heerkens uit Berlicum, die zeggen dat ze autovrakken kunnen herkennen. Dat kunnen wij ook, als het nog niet zo erg wrak is. Maar we hebben het hier over die pakketjes die uit zo'n machine komen, zo'n persmachine komen, een crushing machine. En dan blijft er van een deux chevautje, is natuurlijk kleiner dan een verlengde Mercedes. Maar wij leken kunnen dat absoluut niet bekijken. En zij zijn ook leken in dit geval. Het geeft een enorm gedoe en daarom hebben we die autoperserij even gefilmd en Marlijne was daar. Ja, en op zo'n sloperij kun je natuurlijk niet verwachten dat het heerlijk rustig is. Er is dus ook een enorm lawaai achter mij, dat zul je wel horen. Het is niet echt het paradijs op aarde, maar goed, zometeen zullen er 25 auto's geperst worden. En deze is als eerste aan de beurt. Hij is nu nog duidelijk herkenbaar. Je kunt echt nog zien om wat voor type auto het gaat. Maar hij is afgekeurd en hij zal dus ook onder handen worden genomen door deze indrukwekkende machine. En nadat dat gebeurd zal zijn, zal er, dat zult u zien, niet veel meer van overblijven. Ik ben ondertussen even naar boven gelopen, want van hier hebben we een goed uitzicht. We kunnen precies zien wat er gaat gebeuren. De auto, die trouwens milieuvriendelijk is gemaakt, dus er zullen geen gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. De auto zal door deze pers samengedrukt worden tot een heel klein pakketje. En aan dit zou je dus moeten zien wat het ooit geweest is. Succes. Het is een perskracht van 660 ton. Dat is nogal wat. Dus dat kan je vergelijken met 1 kilometer op elkaar gebotste auto's. Want we hebben voor de weddenschap hebben we 20 auto's op deze manier laten persen. Bestuurders waren eruit, uiteraard. En het waren ook afgekeurde auto's. En dat hoort u. What's your forfeit if you lose the bet, unfortunately? Well... much as I hate it, yes. You have to. I would. I know. I do have to do something. I would go back to London on the plane and be a stewardess. Stewardess op het vliegtuig naar Londen. Well, it's so bad. Goed, Jan en Maarten Heerkens, kunnen die dat? Wat denkt u, zaal? 54% tegen 46, bijna 50-50, met een kleine positieve curve omhoog. Mark, wat denk jij? Nou, ik dacht net dat ik mijn eigen weddenschap ook zou winnen, maar ja. Het is meestal zo dat na de derde of de vierde keer dan is er even een concentratieverstoring en dan gaat het net niet goed. Dus ik denk dat ze het niet redden. Jij zegt nee. Uit een soort kinderzinnen ook. Kinderzinnen, ja. Want ja. Ja. Omdat je als hospik moet. Ja. You say of course yes, I because it's your bet. Yes. And you have trust in Jan en Maarten. Wat is, zeg jij, Walter? Ja, niet gemakkelijk, vind ik. Dus, nee, voor de jongens helemaal niet. Een heel akelig geluidje vond ik toen die pres erin ging. Ja, ook vind ik prachtig. Prachtig om te zien. Ik blijf vandaag vertrouwen hebben. Ik zie het positief. Ik ga dus naar ja. U zegt ja. Karin? Ja, ik vind dat ik een beetje solidair moet blijven met de vrouwen in dit panel. We hadden jou willen vragen of jij bovenop die auto's wou gaan zitten. Ja, maar... heb ik nog aangeboden ook, hoor. Maar zelfs ik was toch iets... We hebben het toch maar met de machine gedaan. Ja, dat vond ik ook milieuvriendelijker, vond ik dat. Ja, dus. Zeg je ja of nee? Jij zegt ja. Absoluut. En Benny, wat zeg jij? Ik denk wel dat ze het ook kunnen. Dat het is moeilijk, hoor. Ja, maar die mannen die gaan toch zomaar niet beginnen, hè? Nee, nee, nee. Maar ja, dat zeggen we van alles. Dat deed de Orenman ook niet. En mooi dat ze de mist in gingen, zegt die mist in gingen. Nou, Jan en Maarten Heerkens, waar zijn jullie? Uit Berlicum. Hallo. Dag Jan. Dag Maarten. Kom in. Zo. Hoe voelt dat nou als ik sta te praten, te babbelen, te kletsen en jullie staan er maar te wachten achter het decor? Ja, het is even wennen natuurlijk. Het is niet helemaal prettig. Even onrustig wachten, ja. Jullie zijn geen autopersers van beroep, maar jullie zitten wel in het garagebedrijf. Ja, wij hebben 12 jaar al een autoschadebedrijf. Dus je weet hoe een auto in elkaar zit? Wij kennen alle details van auto's. Dus rondingen van koplampen, van bumpers, partierkrekken. Ja, nou moet ik je vreselijk teleurstellen, Jan. Maar de details van rondingen en koplanten en krukken, die zijn dus absoluut onherkenbaar geworden. En nou, dan zoeken we wel iets anders, maar we vinden niet. Je bent erg... erg zeker. Hoe oefen je nou zoiets? Nou, we hebben gewoon alle modellen nog een keer goed bekeken op kleine details die we... Maar ongeperste modellen? Ja, ongeperste modellen, ja. Dus je hebt op nieuwe auto's, zal ik maar zeggen, geoefend. Ja. Maar de moeilijkheidsgraad is dat je dus ook niet alleen het merk... want misschien zou ik er ook wel een Bentley uit kunnen halen. Nee, dus er zit geloof ik geen Bentley tussen, hoor. Of een Rolls-Royce. Maar ik zou dus niet kunnen zeggen welk type het is. Nee, die moeten wij dus echt uit. Ja, details halen. Ja. Maar je hebt dus 3 minuten voor 5 auto's die we gaan selecteren... uit de 20 pakketjes die nu binnenkomen op 8 vorkheftrucks. Kijk eens even. Is het niet vreselijk? Nou zeg, kijk eens even. 20 fraaie pakketjes. De een zijn schroot is, de ander zijn brood. Oh, er komt nog een klein pakketje bij. Oh, kom eens even mee. Oh, dit is buitengewoon fraai. Kunnen jullie nu eventjes voor de oefening, wat we met de Orenman ook deden... kunnen jullie zeggen wat het is? Een heel klein autootje geweest misschien. Ja, geen idee, want ik zie het zo. Weet je wat het is? Nee. Een Trabant. Dat zie je toch? Eerste vraag voor 2 automensen. Hoe kan je nou een Trabant iets sportiever maken? Spoilertje erop zetten. Je kan beter 2 gimpies op de achterband leggen. Ah, goed. Jongens, ik ga weer terug. Luister eens, dit is natuurlijk wel de oplossing van het parkeerprobleem, dit, hè? Vind je niet? Ja. Even zo, je kan hem zelfs mee naar binnen nemen. Wij moeten een keuze maken van 5. Dat kan ik dan wel doen, maar ik heb liever, dat weten jullie... voor dit soort gespecialiseerde zaken, een deskundige. Nou, een man die alles van auto's af weet... die heel veel autoprogramma's heeft gemaakt... en ook met kapotte auto's te maken heeft gehad. Ruud ten Rijden, daar is hij. Hallo. Hallo, hoor. Dag, Ruud. Hi. Dit is Jan en dit is Maarten. Ruud, jij hebt heel veel autoprogramma's gedaan... met auto's die iets minder beschadigd waren dan deze. Ja. Dit zijn geen nieuwe auto's, maar ze zijn ook niet zo erg oud. Ze zijn tussen de 6 en de 10 jaar oud ongeveer. Is dat zeker? Ja. Nou, ik ben een beetje bang dat de mijne erbij zit. Nou, de mijne heb ik zelf net neergezet. Hey, luister eens, wat is nou zo ontzettend ingewikkeld hieraan? Ja, ik zie dus helemaal geen bal. Ik denk dat het moeilijk is om, zeg maar, de bepaalde vormen die een auto heeft en eigen maakt, om dat te ontdekken. Het zijn vaak hele kleine dingen. In het ene geval bijvoorbeeld daar zie je een grill en daar zou je iets aan kunnen zien. Ja, wat een grill was, hè? Ja, exact. Maar je zou ook iets kunnen zien aan bijvoorbeeld een velg of aan misschien een spatscherm. Maar ja, zij zitten in die branche. Maar zo repareren jullie ze toch niet meer, hè? Nee, of blazen ze op? Ja, dat kunnen ze nog vaak maken, maar dit... Nee, dat zien wij ook niet meer zitten. Nou, nee, we houden deze wrakken voor de weddenschap van de Weddendat 8 volgende week. Want dan gaan we eens kijken wie er dan binnen 3 minuten het snelste banden kan verwisselen. Lijkt mij. Het ziet er niet uit, jongens, dit. Ik bed alleen dat er nooit iemand meer in heeft gezeten. Nee, ze zijn nagekeken allemaal. Okay. Mag ik jou vragen om er 5 uit te zoeken? Met alle plezier. Dit lijkt me wel een aardige. Ja, dan zet Rick daar meteen een nummer 1 op. Met een groot leeg vlak eraan vast. Want jullie moeten daar zelf opschrijven. Heb je een pen bij? Ja, dat is geregeld. Zelf opschrijven welk merk het is. En wat moeilijker is, welk type. Jongelui. Ja. Dit lijkt mij ook wel een aardig pakket. Dus auto nummer 9 is 1 geworden. En auto nummer 4 is weinig van over. Is 2 geworden. Ja. Ja, ik moet je zeggen, het lijkt voor mij allemaal op elkaar, hoor. Het kunnen allemaal oude, in elkaar gedeukte Rolls Royces zijn. Of jeeps. Dit is veel geel, er zit nog wat glas tussen. Ja. Deze ook. Dat wordt dan de derde auto, nummer 12 is dat. Een chaos. Het ziet er fantastisch uit, hè? Ja, dat... Voor de weddenschap ziet het er enig uit. Ik geef er geen duppie voor, moet ik je zeggen. Dat is voor iemand die in Amsterdam woont, dat volgeparkeerd is. Een heerlijk gezicht. En dan dit. Deze, ja? Waar we hier nog veel van allerlei motoronderdelen zien. En hier nog bijna een complete voorkant, waarvan ik toch niet kan zeggen wat het is. En deze. Je maakt het dus niet te makkelijk. 16 wordt 4. Ik heb niet de indruk. En 17, nee. Ik denk dat het moeilijk is. Ik denk dat het moeilijk is. Veel succes. Okay, ja, bedankt, Ruud. Oké, graag gedaan. Blijf bij. Beste jongens. Beste broertjes. We hebben dus 5 auto's uitgezocht. En dat gaan we op een buitengewoon leuke manier gaan we dat straks checken. Of jullie dat goed hebben gedaan. Laten we eens even naar auto nummer 1. Dat is hier. Hier beginnen we. Ga erachter staan. Jullie hebben 3 minuten. Ik krijg straks een kaartje waar alles opgeschreven staat. Waar jullie antwoorden opgeschreven staan. Jullie zijn bereid? Concentreer je. Heb je schroevendraaiers, dingen, wrikdingen bij je? Of is dat allemaal niet nodig? Alleen onze handen. Ontzettend veel succes. Ook van jullie, hè? En ook van thuis. De weddenschap gaat nu in 3 minuten. Ik geef af en toe de tijd door dat je... Benzineklep maken. Nee. Stel, een Ford. Ja. Ze pakken een houtje Ford, eruit en ze roepen, het is een Ford. Hier, kruk. Ja, Taunus. Kijk, een deurkruk. Ja, voor Taunus. Ja, en dat moet doorslaggevend zijn voor de heren. Deze mee? Het merk staat er. Jan en Maarten beweren dat de eerste auto een Ford Taunus is. Nee, nee. Ja, tussen de achterlichten zit. Kunnen we nog meer zien? Het is in elk geval een BMW 5 of 3-serie. 5 of 3. Weet je dat nou? Dat zien we de achterlichten onder andere. Zien ze aan de achterlichten, maar ik zie helemaal geen achterlichten meer. Luchtroosters. Iets verder. Moet ik de motorkap even open doen voor jullie? BMW 3-serie, ja. 3-serie ongeveer? Ja. Jawel. Hij is smal achterlicht, dus dat kan nu 5-serie zijn. 3-serie. Ja, 3-serie. Ja. 1 minuut 45 hebben jullie nog. Let een beetje op je tijd. BMW. Kan ik op zijn kop niet lezen. Een Japaner. Pumpje van een sherry, hè? Datsun 100A. Ja. Ja, nee, even mij, ja. Een Datsun 100A, 100A. 1 minuut 10 seconden. Opel. Een oude Opel. Aluminium ding. Hier met lange kentekenverlichting, Opel Kadett, C. Jongens, 50 seconden. 2000 oudste type, hè? C. Opel Kadett. Je hebt nog 40 seconden voor de laatste. Je hebt hier kruk, maar. Duidelijk. Volvo? Volvo, ja. Nog een halve minuut. 144. Volvo 144. Dan zet maar wat Volvo op, nu wel. 20 seconden. 144 maar maken? Ja. 15 seconden. Of nu rotter. Ja, kan het een 244 zijn. Ja, hier zit die veiligheidsbeugel in de deur. 2, 1, 0. Afgelopen. Jongens, ik moet even aan jullie vragen. Ik kan iets absoluut niet lezen. En dat is die BMW. Wat staat hier nou? Ja. De 3-serie. Mijn eigen handschrift, dat is een 3-serie. Ja. Een 3-serie, BMW 3-serie. Nee, ik moet het allemaal weten, want anders kan je zeggen... ja, maar dat staat er toch en ik kan het niet lezen. Wij gaan dit eens even controleren. Wat hebben we nou gedaan? We hebben filmpjes, dankjewel Rick. We hebben filmpjes gemaakt van al deze 20 auto's... toen het nog auto's waren. Dat hebben we dus gefilmd en wij laten dat op een videocassette... van achteren naar voren zien. Dus het pakketje... tot, eigenlijk vanaf de oude dag tot babytje, laten we het zien. We krijgen eerst nummer 9. Daarvan hebben jullie gezegd, het is een Ford Taunus. Kijk of we het goed doen. Hij vreet hem op. En we kijken. Zo staat hij hier in de studio. Hadden jullie maar zo'n uitdeuker, hè? Ja. Ja. Het is goed! Ford Taunus, prima. De volgende was nummer 4. Dat moet ik wel even controleren. Ja, en jullie hadden gezegd dat is een Opel Kadett. Ik druk op play. Ik zie Opel, dus die dingetje. Maar is het een Kadett? Ja, ja, roept de zaal. Ja, en dat is het zo. Opel Kadett, prima. Van nummer 12, de derde auto, hadden jullie gezegd... het is een Volvo 144. Althans, dat staat op mijn lijstje. Daar gaan we weer. Is leuk gedaan, hè? Ja. Ja, Volvo 144, uitstekend. Maar, wij hebben nog 2 auto's te gaan. Auto nummer 16. Jullie hadden gezegd van auto 16, dat was een Datsun 100A. Ja? Jullie denken dat... Ik kan het niet zien. Ja, ja, is goed! Hey. Uitstekend. Ja. Jongens, dit is de laatste die erin gaat. Als dit fout is, dan is de weddenschap verloren. Dan moet Jacqueline Bissett als stewardess werken op haar vliegtuig vannacht naar Londen toe. Tranen alom. Het zou buitengewoon vervelend zijn. Het is erg knap dat die 4 auto's geraden zijn. Maar je krijgt toch ontzettende pest als die laatste fout gaat. Dus, ik heb mijn zin gezegd. Ik druk op play. Jullie zeiden, het is een BMW 3-serie. Die auto waarvan ik vroeg, wat staat er nou? Hoe zien jullie dat nou zo gauw in de zaal? Dat zie ik niet. Ja! Take care of your legs. Thank God. Well done. Bravo. Thank you so much. Oh, I'm so relieved. Thank you. You're very glad, aren't you? I'm very glad indeed. You're very glad. Indeed. Well done. Ik zou het wel weer gewoon doen. Thank you very much for this wonderful bed. Jongens, jullie ook zeer bedankt. Nogmaals. En de groeten aan Berlicum bij Den Bosch. Tot kijk. Dag. de auto's kunnen er nu uit. Oh, wacht even, Gijs, wacht even. Dit is, kijk even achterop, dat iedereen je kan zien. Dit is nou een van onze toneeljongens die altijd alles organiseert. Ja, want het zijn allemaal hele kleine radertjes in de grote machine, Gijs. En als blijk van waardering. En ik heb even met de directie gesproken. Jij mag dit houden, je krijgt een auto van de zaak. Dank je wel. Alsjeblieft.